Lik als de vorige commissaris van de Kening, selek Arno Brok dit jaar de finer van het eerste leerpaai eerje in het veld. De nieuwe commissaris is waansje installeerde en had nu al witte litten dat ik hij naar het plak van het eerste leerpaai tasseel. Deputaire Johannes Kramer vertelde dat Justerjon op de ledengeerkomsten van het boen van Frieske Vogel wachten. Het ooi laat zichzelf in het nest een eindje het veld in. Daar zit de leep te breden, die mogen wij net versteuren. Maar wij kennen wel bij de dameshikken, de vinder van het eerste ooi, de nestbeschermer, de vrijwilliger die van groot belang is voor het hoertje en hoertje van ons leep, eren. En dat zullen we bij de dameshikken doen, zullen we dat wend binnen. We kennen het loterie, maar alle oren, ceremonieën zullen we op plak vinden kennen. Het BVW had voor dit hier geen ontheffing omvregen voor het ooi-ziekje. Aaien moeten in het veld blijven en de klam leidt op nijswarrig. Het BVW is blij met het besluit van de provincie. Zoals deze keer net oors verwachten van Arno Brok. Maar we zijn natuurlijk wel op de eind dat het nooit daadwerkelijk zou blijken te wezen. En dat deze commissaris hecht aan de traditie. Het belangrijk vindt dat vrijwilligers in sensie zetten worden. En ja, dat geldt ook voor de nijswarrigers in het veld. Alle Frieske borgemasters, Utsijn Gerard van Klaveren van Westellingwerf, hebben ongejoen dat ze mij doggen onder ceremonie.